Zoals jullie zien, er ligt overal sneeuw. Ja, je knuppelt. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar de 10e vlogmasvideo. Vandaag ben ik weer met mijn hond aan het lopen, die is daar. En ik ga zo meteen naar stal toe. Ik weet nog niet hoe het op stal is qua sneeuw. Gisteren was het viel het wel mee. Maar ik weet dus nog niet of de bak te gebruiken is. Ik hoop het wel. Want ik wilde eigenlijk balkjes gaan draven met hem. Met Thief. En ik wil zijn manen gaan knippen vandaag. En dat gaan jullie dus zien. En ik neem jullie mee naar stal. Yo, koepie, allemaal sneeuw. Ja, je knappe hond. Ja. Stevie. Hi, knapperd. Hi, Stiefje. Hi, Stevie. Hi. Hoi. Oh, Steve moet even... Oh, oké. Okay. Even mist een jongen. Hi, lieverd. Hi, liefie. Oh, ben je helemaal koud? Ben je helemaal koud? Oh, ja. Ben je helemaal nattig? Ja. Zo, ik ben op stal aangekomen. Ik heb Steve eventjes wat worteltjes gegeven die hij nu aan het opeten is. En er ligt gewoon letterlijk nergens sneeuw hier. Gewoon helemaal niks. En monster? Nee. Ja. Oh, knapperd. Zo, ik sta nu in de stal. We gaan zijn manen knippen. Hij heeft zijn mooie halster om. Ik heb hem voor het eerst vastgezet aan stal. In stal. En zijn hooinet hangt, zodat hij zijn hoofd omhoog houdt. Hé, monster? Ga je manen eraf? Ik denk tot hier of zo, ja? Dus laten we dat maar eens gaan doen. Deze brave manier zijn wortels geven, hè? Ja, je was zo braaf, hè? Gaan we even geven, joh?
Ja. Doe je voerbakje. Zo. Hi, knapperd. Ik moet zeggen dat ik het best netjes vind. Ik heb het voor het eerst op deze manier geknipt. Ja, oké, deze kant is wel een beetje haperig. Maar ik moet het morgen sowieso nog een keer gaan doen. Even kijken, deze kant. Ja. Ja, wat zien we van deze kant dan? Ja, die kant is ook wel netjes gelukt. Ja, ik vind het best mooi. Ja, oh, zie je jezelf nu. Wat schattig ben jij. Wat schattig ben jij, ja. Ja, heb je dat goed gedaan, hè? Heb je dat goed gedaan, hè? Hij was echt super braaf. Hij bleef heel erg netjes stilstaan. En ik heb heel makkelijk zijn manen kunnen knippen. Ik ben echt heel snel. Ik heb echt alles heel snel kunnen doen. En dan ga ik denk ik zo meteen maar eventjes rondjes door het bak lopen. Om nog even zijn beentjes te strekken, want het is wel echt een blubberzooi. En dan, ja. Ga ik hem lekker poetsen. Hey Steve, je lieve oortjes? Ja, je lieve. Oh, hallo. Hi, lieverd. En dit is trouwens de schade. Dit is eraf gegaan. Het is best wel. Het valt op zich wel mee hoeveel het is. Maar hij heeft zo'n dik haar. Ja. Oeh. Heel veel van jullie vinden het waarschijnlijk stom dat ik het heb geknipt. Maar ik vind het leuk. Hé? Ik ben ondertussen klaar met het knippen. En ik ga eventjes een, de lamp in de bak aandoen. Dan ga ik eventjes een beetje met hem lopen door de bak heen. Ja, weet je, met dit weer wil ik toch wel dat hij wat beweging krijgt. En dat lopen, dat kan altijd wel. Kijk, hoe krijg ik me? Ah, licht. En ja, ik vind het zo vervelend als hij dan de hele dag op stal moet staan. Dus dan doe ik alvast even de lamp aan, hoef ik dat niet zo nog te doen. En dan gaan we even lopen door de bak heen. En misschien wat vrijheidsdressuur doen. Ik moet even de knop vinden. Even kijken. Die zit hier. Doet dit. En jee. Alles gaat aan. En het ziet er nu nog super donker uit, maar de lampen moeten even een beetje opwarmen. Dus ik ga nu weer richting stal. Het is een heen en weer gelopen hier. Nee, geeft niet. Maar ik ben trouwens mijn handschoenen vergeten. Dat is echt super handig, not. En ja, dus ik moet de kou trotseren met blote handen. Echt heel erg koud. Maar goed, ik ga denk ik even mijn touwwasser pakken, want dan kan ik Steve toch altijd net iets beter houden. Anders gaat hij er straks nog vandoor ofzo, dat wil ik niet. En dan, ja, ga ik even naar de bak toe. Oh, wat ben jij een knapperd, jongen. Hé, hey. Kijk eens, jongen. Ja, yeah. Hi. Hi. We lopen nu lekker in de bak en oké, ik ben eventjes Steve's bietenpulp aan het maken. Ik zie nu dat ik echt overal zandveeg op mijn gezicht heb zitten. Want ik heb allemaal kusjes van Steve gekregen net en hij heeft echt met zijn hoofd in de modder gedoken ongeveer. Zoals je zag is hij er volgens mij echt heel vaak van doorgegaan. Hij had nog wel zin in gras. Echt heel prettig. Maar goed, ik ben even zijn bietenpulpje aan het maken hier. En die ga ik eventjes geven. En dan ga ik snel zijn stal uitmesten. Even hem poetsen. En dan ga ik naar huis. Maar eerst even die dingen doen. Zo, ik ben net klaar met de stal uitmesten. En met Steve poetsen.
En hij staat te slapen. Echt heel lief. Dus daarom praat ik iets zachter nu. Ik ga even snel mijn spullen opruimen en dan de kruiwagen wegzetten. En dan ga ik weer naar huis toe. Ik heb morgen 2 paddockdiensten. Dus ook helpen paarden binnenzetten. Dus dat wordt een lange dag. En als het goed is gaat het ontzettend erg sneeuwen. Dus ik hoop dat het ergens een keertje wat stopt met sneeuwen. Dat we misschien een leuke foto kunnen maken. Maar dan dat het niet afloopt zoals vorig jaar. Want toen brak mijn enkel toen het 1 dag sneeuwde. Maar dat ga ik dan nu heel eventjes doen. En dan laat ik Stevie lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe alvast even een blauw duimpje omhoog. En abonneer ook eventjes als je dat nog niet gedaan hebt. En dan tot morgen. Doei doei!